De Jong Malone, ik denk dat een felicitatie wel op zijn plaats is na een 1-1 gelijkspel tegen Ajax. Ja, zeker. Van tevoren weet je dat het een moeilijke wedstrijd wordt tegen Ajax. En ja, als je dan toch een puntje kan halen uit zo'n wedstrijd, ja, dat is positief. Henk Vreese die zei na afloop van de wedstrijd dat het plan was eigenlijk om zo lang mogelijk in de wedstrijd te blijven. Hè? Omdat Ajax natuurlijk al een wedstrijd in de been had. Ja, wat heeft hij in de rust gezegd? Want het leek wel alsof er in de tweede helft een ander team stond. Ja, wat hij in de rust heeft gezegd. Kijk, hun scoren heel snel die 1-0. Volgens mij na 11 minuten of zo. Dus ja, hun passen zich dan ook weer aan, zeg maar, na die 1-0. Want ze hoeven dan niet echt per se druk naar voren of wat dan ook te doen. En ja, in de rust heeft hij gewoon aangegeven dat we in principe dat hij op zich redelijk tevreden is, zeg maar. Alleen dat we misschien, zeg maar, toch wat meer initiatief naar voren moeten nemen, zeg maar, door druk te zetten. En ja, ik denk dat we dat tweede helft iets meer deden dan in de eerste helft. ADO Ajax is natuurlijk in Den Haag altijd een bijzondere wedstrijd, hè, voor de supporters, voor de club. In hoeverre heb jij dat meegekregen en hoe ervaar je dat? Ja, voor mij is het zelf ook... Ja, best wel een aparte wedstrijd. Ik kom zelf uit Amsterdam, ben daar opgegroeid. Maar als ik dan kijk hoe het hier leeft, zeg maar, met op de training al bijvoorbeeld, dat er ik denk een stuk of 100 supporters zijn die steunen en zingen en vuurwerk afsteken. En ook voor de wedstrijd, het vuurwerk was afgestoken. Het hele stadion zat vol. Dus ja, allemaal dat soort dingen. Dus ook de hele wedstrijd gewoon de steun van het publiek. Weet je, je hoort ze echt continu op elke bal die we druk zetten. Ja, staan hun eigenlijk erachter, weet je wel, met hun gejuich of wat dan ook. Ja, dat geeft wel een extra boost. Dus ja. Nou, nu vooruitkijkend op komend weekend. PEC Zwolle uit. Geeft zo'n wedstrijd tegen Ajax dan vertrouwen om daar naartoe te gaan? Ja, zeker. Ik denk, als je de wedstrijd ziet, ook hoe we het hebben bespeeld, zeg maar. Ja, als je dat ook bij Zwolle doet, dan is het natuurlijk wel wat anders, want het is een uitwedstrijd. Maar dan denk ik wel dat het gewoon goed moet komen. Zwolle is altijd wel een moeilijke wedstrijd ook voor ons geweest. Tenminste de laatste 2 jaar die ik hier heb meegemaakt. Maar voor de rest ga ik vol vertrouwen de wedstrijd in.